de buitenwereld denkt altijd dat we in een concentratiekamp zitten hier. En dat had ik totaal. Ja, ik heb me echt heel hard. Ik dacht ook dat het veel strenger was. Ja. Dus dat is goed. Ik bedoel, dat is niet van. Die gaat buiten wanneer dat hij wilt. Hè. Dat wel niet. Hè. Nee, ik had geen gevoel dat ik hier opgesloten zat. En ja, je weet gewoon wat je mag en wat je niet mag. En als je daaraan houdt, dan heb je hier een hele leuke tijd, denk ik. Ik heb heel veel plezier gehad tussen de lessen in en door de gangen wandelen. En na een tijd creëert je ook echt een band met heel je jaar. Je kent iedereen. En ja, zo, die feestjes ook buitenschool, ik vond het altijd heel leuk. En ja, ik voelde me na een tijd echt thuis hier. Maite zei al van het beginjaren dat ze hier op het systeem zat, dat ze als ze in het zesde zit, dan wil ik naar Compostela. Ik zeg, ja, waarom niet? Hè? Ja, toen kwam het en ja, zijn we naar de info gaan luisteren. Is ze daar naartoe gegaan en ze had een klein beetje last van haar knieën, maar ze heeft het toch heel goed gedaan. Toen ik de rol gekregen had, moesten we dus aan school komen vragen of ik een paar dagen mocht missen. Dus de school moest toestemming geven. Ze hebben er meteen niet moeilijk over gedaan en ze waren zelfs heel enthousiast. En dan heb ik 9 schooldagen moeten missen. En ik herinner me wel heel goed dat ik een hele week draaidagen gehad had. De maandag dat ik terug naar school kwam, had ik 6 testen in te halen. Dus dat was heel heftig wel, maar ja, het is uiteindelijk toch wel gelukt. Allee, op mijn werk praat ik ook zo van, ik raad dat aan voor die school. Ook omdat, daar is discipline, met de uniform, dat is heel, heel gemakkelijk en heel handig natuurlijk.